Werknemers in de jeugdzorg staken vandaag en dat is voor het eerst in de geschiedenis. Ze zijn het helemaal zat, zeggen ze. Veel te weinig geld en veel te veel papieren rompslomp. Ja, we zijn al 3 jaar in actie tegen het overheidsbeleid in de jeugdzorg. En de kern is dat jeugdzorgwerkers tegen ons zeggen dat ze niet meer kunnen doen wat nodig is voor kinderen en gezinnen. Je hebt gisteren ook de Hofbaar-uitzending gezien over dossier jeugdzorg. Ja. Wat vond je ervan? Nou, tenenkrommend om heel eerlijk te zijn. En onze leden die hebben daar ook op gereageerd. En eigenlijk was de tendens wel een beetje dit is om te janken. Wat ik heel schokkend vond is dat, nou ja, dat de toegang naar de jeugdzorg eigenlijk nog steeds niet echt op orde is. En dat ook de professionals daarachter, zeg maar de specialistische hulpverlening en de hoogspecialistische hulpverlening, ook nog steeds zegt wij kunnen nog steeds niet doen wat nodig is voor gezinnen. Nou, de reactie van Paul Blokhuis die heeft het toch ook wel een beetje teleurgesteld. Aan de ene kant willen we nog wat mild zijn, omdat hij natuurlijk een dossier heeft overgedragen gekregen wat er gewoon vanaf het begin af aan al niet zo heel goed uitzag. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook wel schokkend om te horen dat eigenlijk een bewindspersoon niet precies kan uitleggen hoe het werkt bij die gemeentes. Dat is ook een beetje wat we zien in de sector. Hè. De VWS die wijst naar de gemeentes voor de verantwoordelijkheid. De gemeente wijst weer terug. Dan verwijst de VWS weer naar de werkgevers. En zo wijst iedereen naar elkaar en niemand neemt echt de hele verantwoordelijkheid. En degene die klem zitten zijn de professionals in de gezinnen. En daar kijkt niemand naar om. Wat moet er anders om het wel goed te laten werken? Nou, wat wij eigenlijk zeggen is van die toegang die moet je heel breed, met hele brede expertise vullen. Dus mensen uit de jeugdgehandicaptenzorg, mensen uit de opvoedondersteuning, mensen uit de GGZ, maar misschien ook wel politie, onderwijs, kinderopvang, wonen. Zodat er breed gekeken kan worden naar een gezin. En als dan bekeken wordt van oké, er is dus echt jeugdzorg nodig. Dan zou je eigenlijk een stichting moeten hebben waar die jeugdzorgwerkers met al hun expertise kunnen samenwerken. En die stichting, specialistische zorg, hoogspecialistische zorg, zou wat ons betreft ook direct betaald moeten worden door VWS.